Goedenavond allemaal. Ja, we gaan de Bijbelstudie vanavond bestuderen van over de opwekking, zoals de vorige keren, maar dit is de laatste deel. Het is bijzonder boeiend om de opwekkingen in het verleden te bestuderen. Maar komen we daar verder mee? Daar hebben we niets aan, want wat in het verleden is geweest, is geweest. God wil nieuwe dingen doen in deze tijd. Dit is een vraag voor ons persoonlijk leven en voor de gemeente in ons land. De bedoeling is dat deze les zal bijdragen tot een besef van wat God op dit moment aan het doen is, zodat dat ons vandaag zal aanmoedigen om voor een komende opwekking te bidden. Mogen we vandaag een opwekking verwachten? Wanneer we een opwekking mogen verwachten, hebben we de vraag reeds behandeld en hebben wij daarbij 7 kenmerken genoemd. Punt 1. Het is duidelijk dat er de laatste jaren een aantal profetieën zijn doorgegeven. Maar we moeten wel toetsen of die profetieën van de Heer is. Vaak weten we wel in ons hart of het van de Heer is of niet. En punt 2. Steeds meer christenen gaan de zwakte van de kerk en de nood in de wereld beseffen. Ze zien ook dat de druk vanuit de wereld en de overheid steeds groter wordt. Ook ontstaat er een groeiend verlangen om terug te keren naar de radicaliteit van het woord van God. Ze gaan er ook voor bidden. Vele gebedsgroepen zijn hierdoor ontstaan. En punt 3, de gelovigen gaan niet alleen voor de nood bidden. Er is bovendien een groeiend verlangen naar een opwekking van God. Hier gaat men specifiek over lezen en voor bidden. En punt 4, het is duidelijk dat een groeiend aantal predikanten en voorgangers naar een nieuwe opwekking verlangt. Amen. Predikantendagen en leidersconferenties gaan over dit onderwerp. In de prediking en toerusting wordt het werk van de Heilige Geest veel sterker benadrukt. En punt 5, er vindt verzoening plaats tussen leiders van verschillende gemeenten en ze gaan met elkaar bidden voor hun stad en voor hun omgeving. Dat is echter alleen het begin. Er moet nog veel meer komen, hè? Voor een zondebesef, een belijdenis van hun zonden door de Heilige Geest en verdieping. En punt 6, of we er als christenen op dit moment alles voor over hebben, is een vraag. Eerst wordt er enthousiast gebeden en dan komen ze allemaal getrouw bij elkaar, heel veel christen bij elkaar. En het groepje wordt steeds kleiner op den duur en dan hebben ze daar geen geloof voor en toewijding en het wordt steeds minder en het gebed wordt ook steeds minder. Maar als we een opwekking willen, moeten wij trouw zijn en steeds komen bidden met elkaar. En weet je, hier staat ook, we hebben als Nederlanders toch wat problemen. We zijn vaak theologisch eigenwijs en zitten sterk vast aan tradities. Als dit een komende opwekking kan belemmeren, dan moeten we ons hiervan bekeren. Want God denkt er anders over. Als we deze punten zien, dan zijn we bemoedigd. Door het gehele land zien we lichtjes opvlammen. Het is een spontaan gebeuren dat dwars door alle kerken en groepen heen gaat. Dit schijnt Gods weg voor meer. Hoe zal een nieuwe opwekking eruit zien? Ja, opwekking is eigenlijk alleen wat God kan geven. Het is een handeling van zijn genade, soevereine genade.
Het wordt op een gegeven moment bepaald door God wanneer de opwekking komt. Het kan in één keer plotseling komen, zo in één keer in je midden. Komen mensen tot besef van zonde en ze gaan op hun knieën en ze komen tot bekering. En God wil ook nieuwe dingen doen in deze tijd. En Jesaja 43 vers 18 en 19 dat zegt, denk niet aan hetgeen vroeger gebeurde. En let niet op wat oudtijds is geschied. Zie, ik maak iets nieuws. Nu zal het uitspruiten, zult gij er geen acht op slaan. En wat doet God vandaag? Hoewel alle opwekkingen van elkaar verschillen, zijn ze in wezen toch ook weer gelijk. Want een kenmerk van een echte opwekking is dat Gods volk wordt opgewekt. Aan de buitenkant kunnen er verschillende accenten en verschijnselen zijn, maar de kern is dat er een nieuwe openbaring is van God aan zijn volk door de Heilige Geest, waardoor de gelovigen weer tot leven komen en bekrachtigd worden in geloofsdaden. Door het gehele land beginnen er nieuwe opwekkingslichtjes te ontvlammen. Maar de opwekking die we nodig hebben om ons land weer terug te brengen tot Christus is nog nauwelijks begonnen en heeft nog een lange weg te gaan voor een diepe opwekking die ons land nieuw leven zal geven, hebben we een nieuwe ontmoeting met God nodig. Dus God is bezig om overal nieuwe lichtjes te ontsteken en dit kan wel eens het patroon zijn voor een komende opwekking. Door zijn volk, door zijn kinderen, dat de wereld het licht ziet. In voorgaande opwekkingen stonden vaak grote predikers centraal. Zoals Whitefield, Edwards, Wesley en Finley. Maar deze opwekking kan komen als plaatselijke gemeenten, groepen en individuele christenen. Die worden wakker geschud. Al deze kleine lichtjes zullen elk voor zich sterker gaan branden en andere lichtjes gaan aansteken, zodat het met elkaar één groot licht zal worden. Dus wij moeten het samen doen als gemeente. Weet je, ons land wordt overspoeld met duisternis, met occultisme en met spiritisme en bijgeloof en emotionele duisternis van depressiviteit, hopeloosheid en apathie. Ja, dat hangt allemaal hier in Nederland hoor, in de lucht, in de hele wereld eigenlijk. Dat is van de vijand, hè. En de intellectuele duisternis van het atheïsme, hunamisme en vrijzinnigheid. De sociale duisternis van werkloosheid, criminaliteit enzovoort. We danken de Heer voor alle lichtjes die Hij in deze duisternis aan het ontsteken is. Maar we hebben veel meer nodig. Veel meer. En weet je wat Jesaja 64 vers 1 tot en met 2 zegt? Och, dat gij de hemel scheurde, dat gij nederdaalde, dat voor uw aangezicht de bergen wankelen, zoals vuur rijshout in vlam zet, zoals vuur water doet overkoken, om nu tegenstanders uw naam te doen kennen, zodat de volken voor uw aangezicht sidderen. Het huis van Cornelius, daar gaan we nu over hebben. Daar gebeurde ook eigenlijk al een opwekking op zich. Terwijl Petrus deze woorden nog sprak, in Handelingen 10 vers 44 tot 46... viel de Heilige Geest op allen die het woord hoorden. En zij hoorden hen in tongen spreken en God groot maken. Wat hier in het leven van Cornelius en zijn huis gebeurde, is een prachtig voorbeeld van een opwekking. Hoewel het iets was dat plotseling over hen kwam, zijn er toch een aantal lessen
die voor ons vandaag belangrijk zijn. De rol van Petrus. Het is een wonder dat Petrus als Jood het huis van Cornelius binnengaat. Volgens zijn opvoeding, traditie enzovoorts was dit niet toegestaan, maar toch gaat hij. God had hem namelijk vrijgemaakt van zijn eigen opvattingen, traditie en plannen. Hij dacht niet meer aan zijn eigen dingen, wat hij vindt dat belangrijk is, hè? Maar hij dacht alleen wat wil God. In een visioen had God tot hem gesproken en duidelijk gemaakt dat wat God rein verklaard heeft, wij niet voor onheilig mogen houden. Handelingen 10 vers 15 en 28. Dit bepaalt ons bij de liefde van God voor alle mensen. Ook voor die mensen of groepen die wij misschien hebben afgeschreven. Petrus moest door de liefde van God worden vrijgemaakt van elke religieuze traditie, eigen plannen, eer, positie enzovoort. Om een bruikbaar kanaal te kunnen zijn voor Gods geest. Als dit voor Petrus geldt, dan zeker ook voor ons. Ben je vrij om door God gebruikt te worden in een nieuwe beweging van zijn geest? Het hart van Cornelius. Cornelius was een man die God vereerde en gerechtigheid deed. Petrus noemde dat zo. Ontzag en respect voor de soevereine God hebben. Zonder deze houding staan we niet open voor een opwekking. En de gerechtigheid doen. Hij is zich bewust van zijn verantwoordelijkheid als mens, als moreel wezen, die door God is geschapen met een opdracht. Hij weet dat hij hiervoor aan het eind van zijn leven aan God de rechte verantwoording moet afleggen. Is er die ernst, die vrezen des Heren aanwezig en is er het besef van onze verantwoordelijkheid ten opzichte van God? Voor een groot deel is dit vandaag verdwenen en dit wordt een belangrijk gebedsonderwerp. Dat de gemeente van Christus nederig wordt en oprecht wordt. De middelen voor een opwekking. In elke opwekking gebruikt God middelen om een opwekking te bewerken. Ja, hij gebruikt ook ons en het gebed natuurlijk, hè? Dat is het belangrijkste. Dus Petrus en Cornelius en zijn huis baden ook. En het woord, dat was ook belangrijk. Dat wij het woord brengen, het evangelie van Christus, zijn dood en opstanding. En dat we mogen verkondigen het woord, hè? En verkondigen de getuigenis. En zo was Petrus door de Heer geroepen, gezalfd met de Heilige Geest en vrijgemaakt om het woord met kracht te bedienen. In hoeverre heeft het woord van God een plaats in ons leven? Kennen we de kracht ervan als we het met anderen delen? We moeten eenparig verlangen. En dat gaat niet om een grote groep of een hele grote samenkomst. In een klein groepje kan God ook heel grote dingen doen. Er kan ook in één keer zo plotseling de Heilige Geest gaan werken en dat je ervaart, de Heer is in ons midden en grote dingen gaan gebeuren. Doden worden opgewekt, zieken worden genezen. En in hoeverre is dit verlangen aanwezig in je eigen leven en in dat van het gezin, de gemeente, waartoe je behoort? En dan gaan we weer verder. Hoe kan ik persoonlijk een opwekking ontvangen? Nou, Corrie ten Boom, die kennen jullie wel, hè? Corrie ten Boom. Ja, die leeft niet meer, ze is overleden, maar toen iemand aan Corrie ten Boom vroeg waar of wanneer een opwekking zal komen, trok ze een cirkel om zich heen en zei dat de opwekking allereerst binnen deze cirkel zal moeten beginnen. En dat is
Begin bij jezelf. Ons licht moet weer helderder gaan schijnen. Er zijn zoveel gelovigen die op zoek gaan naar allerlei oorzaken. Maar één reden slaan ze vaak over, hun eigen hart. Het gebeurde in Manila dat de christenen tot de conclusie kwamen dat het grote standbeeld van Maria in de stad wel eens een blokkade voor hun opwekking zou kunnen zijn. Want ze vonden dat afgoderij, Maria. Want ja, je aanbidt Maria niet, je aanbidt Jezus. Maria was gewoon de moeder van Jezus. Maar het gaat om Jezus. De 3 dagen gingen voorbij, want ze gingen ervoor vasten. Hè, dat die beeld omver zou gegooid worden door de Heer. Maar dat gebeurde niet. God liet ze daarna het echte probleem zien. Waarom er geen opwekking kwam in die stad. God liet ze daarna het echte probleem zien. Haat, niet willen vergeven. Bitterheid, ongeloof en zonde in hun eigen hart. Dus een opwekking, begin in je eigen hart. Joël 2 vers 12 tot en met 13. En 2 Kronieken 7 vers 14, daar staat, en mijn volk, waarover mijn naam is uitgeroepen, verootmoedigt zich, en zij bidden en zoeken mijn aangezicht, en bekeren zich van hun boze wegen. Dan zal ik uit de hemel horen, en hun zonden vergeven, en hun land herstellen. Kijk, als ze dat doen, het volk, dan gaat God een opwekking geven. Dat ze zich afzonderen van hun boze wegen, dat wegdoen zoals het hier staat. We weten dat dit de enige weg is voor een landelijke opwekking, maar dan moet het met onszelf eerst begonnen zijn. Dezelfde voorwaarden gelden voor ons. Ons verootmoedigen voor de Heer, gaan bidden, zijn aangezicht zoeken, ons bekeren van onze boze wegen. En dan zal die uit de hemel horen, onze zonden vergeven, ons land herstellen. Tommy Tenney beschrijft in zijn boek een gebeurtenis in de gemeente te Houston, waarin het vers uit 2 Kronieken 7 vers 14 een speciale rol vervulde. Er was in deze gemeente waar zijn vriend voorganger is, al enkele weken een proces gaande waardoor ze merkten dat God iets nieuws wilde gaan doen. De mensen gingen meer naar opwekking verlangen. Gods aanwezigheid werd sterker en de mensen wilden meer gaan bidden. En kwamen elke avond bij elkaar om God te zoeken. En toen werd Tommy Tenney uitgenodigd om te spreken. Hier gaat het boek nu over. Mijn voorganger, vriend, zei, ik geloof dat ik 2 Kronieken 7 vers 14 moet lezen. En ik heb ook een woord van de Heer, zei hij. Mijn vriend is niet een erg emotioneel persoon. Hij is nogal evenwichtig. Tommy Tenney. Maar toen hij opstond om naar het podium te gaan, wat gebeurde er toen, zag hij er nogal beverig uit. Mijn vriend liep naar de spreekstoel, midden op de platform, opende de Bijbel en las het aangrijpende gedeelte uit 2 Kronieken 7 vers 14. En mijn volk waarover mijn naam is uitgeroepen, verootmoedigt zich en zij bidden en zoeken mijn aangezicht. En bekeren zich van hun boze wegen, dan zal ik uit de hemel horen en hun zonden vergeven en hun land herstellen. En weet je wat er gebeurde? Gods kracht die kwam zo middenin en hij werd achteruit gegooid door de kracht van God. En die stoel die was in 2 stukken uit elkaar gegaan door de tegenwoordigheid van de Heer. En dat was een opwekking.
dat moment voelde de indrukwekkende aanwezigheid van God de zaal. Kijk, hij komt onverwachts. Zo doet God het ook hier in dit land. Dat geloof ik vast. En weet je wat er ook gebeurde? Mensen die op straat liepen, die werden zo aangeraakt door God en de Heilige Geest en zijn Heilige Geest. Ze gingen op de knieën, ze gingen hun zonde belijden voor die kerk. Dan hoeven wij niet eens meer iets te doen of te evangeliseren, want God doet het gewoon. Als er een grote opwekking komt, dan gaat God dat doen. En sommige mensen die stopten met hun auto en ze gingen naar de kerk en ze gingen knielen. En ze gingen hun zondebeleid en Jezus aannemen. Zo zal een opwekking zijn van God. Dan hoef je niks meer te doen als volk. Ze komen vanzelf, God raakt ze op straat al aan. En ik hoop dat al die lessen ons wat heeft gedaan, dat wij ook er helemaal voor gaan voor een opwekking in dit land. En ik wens verder jullie een hele fijne avond. God zegen.